Houtopkoopvergunningen worden niet zomaar uitgegeven. Er komt heel wat bij kijken en het is absoluut niet wat soms gesteld wordt dat deze vergunningen worden uitgegeven aan friends and family. Woorden van minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de deviesregeling. De bewindsman reageerde op vragen van de DNA-leden over hoe de goudopkoopvergunningen worden uitgegeven. Er komt nogal wat bij kijken. Het is absoluut niet wat soms gezegd wordt, friends and family. Het wordt streng getoetst en het wordt streng beoordeeld. Aanvragen en verlengingen van goudvergunningen worden volgens de bewindsman op gedegen manier getoetst aan de ter zake geldende voorwaarden en wet en regelgeving. Hij gaf aan dat er onder meer een ondernemingsplan is vereist met inbegrip van een financieel plan. En een marketingplan. De onderbouwing van toegang tot voldoende werkkapitaal om uitvoering te geven aan het ondernemingsplan, de beschikking over beleidsinstructies en procedures die aspecten met betrekking tot AML, CFT afdoende adresseren en de beschikking over een milieumonitoringsplan goedgekeurd door NIMOS. De deviezencommissie verstrekt nieuwe vergunningen initieel voor 1 jaar nadat dat door de PG, NIMOS en de DC nadat die een positief advies hebben uitgebracht. Gedurende deze periode wordt het goudbedrijf onderworpen aan monitoring van door de bevoegde instanties. Op de vraag of er meer goudopkoopvergunningen zijn uitgegeven, kon de minister geen pasklaar antwoord geven.